Maar een nieuw jaar betekent nieuwe dromen. Zeker vandaag. Misschien denk je van, nou, even rustig aan Jeroen. Ik heb eigenlijk niet zoveel dromen. Of ik weet niet zo goed wat ik moet dromen voor dit jaar. Maar ik geloof dat ieder mens is gemaakt om te dromen. Maar er zijn zoveel situaties in je leven, zoveel gebeurtenissen die de dromen als het ware eigenlijk uit je handen kunnen slaan of uit je gedachten kunnen slaan. Waardoor heel veel mensen eigenlijk zonder echte droom rondlopen. Zonder echte passie rondlopen, zonder echt doel rondlopen. Terwijl een droom er juist voor zorgt dat je zin hebt in morgen, dat je uitkijkt naar de toekomst, dat je ergens voor gaat. Dat is wat een droom met je doet. Ik geloof ook dat als je geen dromen meer hebt, dan ga je vooral achteruit kijken. Ja, toen was het mooi. Toen, 10 jaar geleden, toen was ik nog zo vol passie voor Jezus. Of 10 jaar geleden, toen ging ik nog zo voor mijn bedrijf. 10 jaar geleden, toen ging ik echt mijn carrière bouwen. En dat was een mooie tijd. En het gevaar is dat voordat je het weet, ben je niet meer bezig met nu en met de toekomst. Maar ben je alleen nog maar in het verleden aan het hangen. En je ziet dat dromen gemaakt zijn voor mensen. Dat zie je bijvoorbeeld aan kinderen. Kinderen dromen groot. Als je zelf kinderen hebt, dan zou je het ontdekken. Als ik vraag aan Boos, wat wil je worden? Dan is het of brandweerman Sam. Of, dat is heel specifiek. Of papa. Maar hij denkt niet na. Hij denkt gewoon van, wat wil ik worden? En hij droomt groot. Als je een kind vraagt op de lagere school, dan hoor je piloot of profvoetballer. Of als het tennissen, tennisser. Of ik wil arts worden, ik wil rechter worden, ik wil advocaat. Allemaal grote mooie dromen. En ik heb nog nooit een kind gezien dat als ik een vader zou vragen, zoon, wat wil je worden? Dat hij zei, nou pap, statistisch gezien is het niet gunstig om te zeggen dat ik arts wil worden. Want dan moet je voor inloten en word je misschien uitgeloot. Dus die kans is niet zo groot. Eigenlijk zou ik profvoetballer willen worden. Maar ja, ik weet niet of ik dat nu nog ga redden. Want ik ben nu al 10 en ik zit nog niet bij Ajax. Dus laat ik maar, wat zullen we zeggen, ondernemer worden. Zo heb ik een kind nog nooit horen praten. Die denkt niet van, als we het gaan hebben over dromen, van oké, wat is er mogelijk, wat is er realistisch, wat kunnen we denken. Nee, die droomt gewoon. En zoals we weten kunnen we heel veel leren van kinderen. Want hoe dromen wij nog in ons leven? Hoe voluit durven we nog te dromen over grote dingen? En dan helpt de Nederlandse cultuur natuurlijk ook niet helemaal mee met je, doe maar rustig, dan doe je al gek genoeg. Even dimmen. Dat helpt niet mee. Maar hoe durven wij nog te dromen? En ik geloof dat God voor ons allemaal een droom heeft. Omdat hij een bestemming voor ons heeft. En je droom wijst altijd naar je bestemming. En daarom is het belangrijk dat we gaan dromen. Want we gaan zo direct gaan erachter komen. Je droom is het kompas naar je bestemming. Dus als jij ergens een bestemming hebt liggen, dan heb je een droom nodig als kompas daarheen, om op je bestemming te komen. En daarom is het zo belangrijk dat we weer leren dromen. En als je dan eenmaal droomt, is er zeg maar een fase, oké, hier droom je, hier is de vervulling van je droom, hier kom je op je bestemming, maar er zit nog een gapend gat tussen. We gaan zo direct Jozef zien, daar zat ruim 20 jaar tussen. Tussen zijn droom en zijn bestemming, de vervulling van zijn droom. 20 jaar. Abraham, nog langer. Tussen de belofte van God, de droom die hij had, en de vervulling in Isaac, zat nog langer dan 20 jaar tussen. En zo zie je heel vaak het volk Israël in de woestijn. Ze zijn bevrijd uit Egypte en ze hebben de belofte van het beloofde land. Dat is hun droom, om daar te komen. Maar er zit nog heel veel jaar tussen. Meer dan 40 jaar zit er tussen. Voordat ze op hun bestemming komen. En nou zitten wij nou net in de ik wil het nu generatie. Dus ik heb een droom en dat wil ik nu. Ik heb een plan, dat wil ik nu. Ik heb een visie en dat moet nu. Maar God heeft een tijd tussen jouw droom en jouw bestemming. En die wil hij gebruiken. Om jou klaar te maken voor als je op je bestemming bent. Want op het moment dat je droomt, ben je er vaak nog niet klaar voor. Maar dan wil hij je er klaar voor gaan maken.
Hij wil je karakter vormen. Nou, daar hebben we het al een keertje over gehad. Karaktervorming. Ook als het even schuurt, ook als het even pijn doet. Hij wil je karakter vormen, niet om jou te pesten, niet om moeilijk te doen, maar om jou klaar te maken voor op je bestemming. En daarom is het belangrijk dat we gaan dromen en dat we de weg van de droom naar de vervulling, we gaan zo direct in het leven van Jozef ontdekken hoe belangrijk dat is. Dat we daar niet afhaken, maar aanhaken. Want tussen de droom en de vervulling, daar haken de meeste mensen af. Maar ik geloof dat wij gemaakt zijn om aan te haken. Om er vol voor te gaan en om door te gaan. En ik denk dat we in Jozef een prachtig voorbeeld daarvan hebben. Want de meesten sneuvelen daar. Toen ik theologie ging studeren, toen ging ik naar Azusa. En we hadden een beginweekend, een startweekend. En we waren met 25. En het was een Pinkster theologieopleiding. En we hadden de laatste avond hadden we getuigenisavond. Een avond waarin iedereen mocht vertellen hoe die hier was gekomen. Nou, ik was per trein. Dat was echt heel krachtig. Hoe ze op het idee waren gekomen. Hoe ze zich geleid hadden gevoeld door God. En wat ze geloofden dat hun bestemming daarin was. En geloof me, dat was echt een prachtige avond. Want de ene naar de ander kwam naar voren en deelde van, ja, God heeft zo en zo tot me gesproken. Luide stem uit de hemel, briefje uit de hemel, profeten die het bevestigden. Noem alles maar op. En dan kwam ook nog de bestemming erachteraan. Dan ging ze vertellen, want ik wil als zendeling naar het buitenland. Want ik geloof dat God me heeft geroepen om te spreken. Ik geloof dat God me heeft geroepen als voorganger. Ik wil pastoraal werk doen. Zoveel mooie dromen waren daar. 3 maanden later zaten we in de klas. En toen kwam er iemand binnen van het bestuur van Azusa. En Azusa was failliet. En daardoor moesten ze samen met een andere hogeschool. En ze gingen samenwerken. Nou, het hele lesmateriaal dat veranderde natuurlijk daardoor. En ik weet nog dat we de ochtend erna dat we bij elkaar kwamen en we kwamen wat eerder bij elkaar om even te bespreken, joh, hoe is het met iedereen? Want nou ja, je gaat voor Azusa en je krijgt opeens wat anders. En de ene na de ander zei, ik stop. Want dit is niet waar ik voor heb gekozen. Ik stop. Want dit is niet zoals ik het had bedacht. Ik stop. Want. Het was bij de eerste beste tegenslag, 3 maanden later, dat heel veel dreigde af te haken. En ik was op dat moment klassenvertegenwoordiger. En ik dacht van ja, dit gaan we niet doen. Dus ik stapte naar voren. En toen heb ik ze even herinnerd aan 3 maanden eerder. Ik zeg, jongens, ik heb jullie vol vuur, vol passie, vol overtuiging zien staan voor het plan van God voor jullie leven. En nu gaan er 2 scholen samen. En je haakt af. We hebben er heel lang over gepraat. En een aantal zijn alsnog doorgegaan. Een aantal zijn wel afgehaakt. Maar daar ontdekte ik, het is niet zozeer de droom waar mensen afhaken, bij de vervulling natuurlijk niet, maar tussen de droom en de vervulling, daar haken de meeste mensen af. Als er tegenslagen komen, als er moeilijke momenten komen. En dat terwijl we in het woord steeds weer zien, steeds weer lezen, steeds weer kunnen proeven dat God trouw is. Zijn woord houdt stand. Als we Psalm 138 erbij pakken, daar staat, al is mijn weg volgevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Uw trouw duurt voor eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. En dit is niet alleen een psalm, maar dit is wat je ziet in de hele Bijbel. Als het gaat om Abraham, hij hield zijn belofte. Als het gaat om Noach, hij hield zijn belofte. Als het gaat om David, hij hield zijn belofte. Steeds weer zien we dat God zijn belofte houdt. Ten diepste geopenbaard in wat Jezus deed voor ons. Vanaf Genesis zien we al de belofte van de Heer Jezus. Die zou komen voor onze pijn, voor ons verdriet, voor onze zonde. En hij kwam. En hij stierf voor jou en mij. Steeds weer zie je dat hij zijn belofte houdt. En we kunnen dat proclameren, we kunnen dat geloven, maar het gaat erom, op het moment dat die tegenslagen komen tussen de droom en de vervulling, kan je het dan vastgrijpen? Op het moment dat er een storm uitbreekt in je leven, kan je het dan vasthouden? En hij heeft zichzelf al bewezen
Maar durf je op basis van de God die zichzelf al heeft bewezen, zijn belofte vast te pakken voor je eigen leven? En dan wordt het persoonlijk. Want weet je waar ik achter ben gekomen? Heel vaak durven we te geloven dat God goed is. Dat hij trouw is. Dat hij geneest. Maar om het voor ons eigen leven te pakken, dat vinden we het moeilijkst. We vinden het niet moeilijk om de Bijbel te geloven van hoe God is. Maar als het is van hoe God is voor ons, wordt het vaak een uitdaging. En in het leven van Jozef zien we hoe belangrijk de tijd is tussen de droom en de vervulling. Tussen de droom en de bestemming. En daar is ook de tijd waar de grootste transformatie plaatsvindt. Want Jozef is een dromer. En daar begint eigenlijk ook het grote verhaal van Jozef. Jozef droomt. En hij droomt bijzonder. Want hij droomt, ja, mijn korenschoof die bleef staan. En luister jongens, 11 broers om hem heen, luister even goed. Want die van jullie, die bogen voor die van mij. Mooi, hè? Een paar nachten later. Jongens. Wat ik nou heb gedroomd? Ik dacht dat die schoven al mooi waren. Maar nu bogen de zon, maan en sterren. Dus niet alleen jullie, maar ook papa, mama. Iedereen boog voor mij. En die broers die lopen weg. En die gozer is helemaal koekoek. Ben je gek geworden? Hij is niet eens de oudste. Kijk, als Ruben het nou nog zei, als eerstgeborene, oké. Maar Jozef? Houd toch op, man. En daarbij komt ook nog eens dat hij het lievelingetje is van papa. Hij is het papa's kindje. Hij krijgt een mooie mantel, wat de rest niet krijgt. Dus hij stond al niet helemaal lekker in de rangorde. Dus van 1 tot 12 stond hij sowieso op 12. Maar hij spreekt zijn droom uit. En dat is eigenlijk het begin van het verhaal. Hij krijgt de droom. En die was van God. We kunnen het er later een keertje over hebben of het verstandig was om het gelijk allemaal uit te spreken. Ga wijs om met je dromen. Gratis tip. Even tussendoor. Maar stel je ook even voor, want heel vaak schieten we die broers af. Hè? Van, hoe kan je je broer nou verkopen? Hoe kan je nou zo boos zijn? Maar stel je even in dat je dag in, dag uit wordt geteisterd door een arrogante broer, want Jozef, je kan er wel uit opmaken dat hij vrij arrogant was op dat moment. Alle jongens waren in het veld, waren aan het werk voor papa. Wie was er thuis bij papa? Jozef. Hij was waarschijnlijk ook niet de hardste werker. Daar had hij karaktervorming voor nodig, gaan we zo zien. Maar stel je even voor dat je hebt een broer of een zus en een papa of mama die houdt veel meer van diegene als van jou. En iedere dag word je daarmee geconfronteerd. Je krijgt dan vaak wat meer genade even voor die broers. Oké, ze waren nog zo gek niet. Maar het is super belangrijk om te beseffen wat er hierna gebeurt. Hij krijgt nu de droom en we gaan nu in ongeveer 20 minuten 20 jaar door. Dus ik heb een minuut per jaar, dus we gaan ervoor. Blijf scherp, ja? Oké. Want papa stuurt Jozef erop uit. Jongen, ga even wat te eten en te drinken brengen naar je broers. En zijn broers zien hem aankomen van ver, die zijn in het veld. En die haat tegen hem is inmiddels zo groot dat ze een plan beramen en ze denken, we maken hem af. We vermoorden die jongen gewoon. Dan zijn we van dat gezeur af. Dat is de staat bij de broers. En hij komt daar en ze grijpen hem. En gelukkig is daar ook Ruben, de oudste, de verstandigste op dat moment. En die zegt van, jongens, dat kunnen we echt niet maken. Nou, toen kwam het alternatief, we gooien hem in een put en we verkopen hem. Maar hij werd niet vermoord. En hij zit daar op het gegeven moment in de put. En hij wordt ontmoedigd van dichtbij. En dat is een van de eerste dromendoders. Tussen de droom en de bestemming, tussen de droom en de vervulling, komen veel dromendoders op je pad. Kunnen ze niet allemaal langs gaan vanochtend. Maar de eentje, en die is heel belangrijk, is ontmoediging. En bij Jozef gebeurt dat van de mensen die het dichtst bij hem zijn. Zijn broers, zelfs zijn vader gelooft hem niet. Op het moment dat zijn vader bij de tweede droom is, gelooft hem niet. En dan komt de ontmoediging. Van ja, gast, droom jij maar lekker verder. En hoe vaak is het niet in ons leven dat als je een droom hebt en je wil uitstappen en het is iets groter als je comfortzone, dat de eerste reactie van anderen is van, nou,
Hoe komt het dat we zijn verloren om als eerste te zeggen van wauw, wat een mooie droom. Wauw, ga ervoor. Waar is onze onbevangenheid gebleven? Maar het eerste wat we doen is berekenen, kijken, nou, even denken, doe maar even rustig, doe maar even normaal. En vaak komt dat van de mensen het meest dichtbij. Zo ook bij Jozef. Zijn broers, zijn vader, ze ontmoedigen hem. Hij wordt niet geloofd. En ik wil je vandaag zeggen, als mensen in jouw omgeving niet geloven in je droom, denk dan niet gelijk, hij is niet van God. Want deze droom die Jozef kreeg, was van God. Zijn omgeving pakt hem alleen nog niet. En daarin verzamel ook de juiste mensen om je heen, om je dromen mee te delen, om goede input te krijgen. Om niet de hele tijd ontmoedigd te raken, maar om bemoedigd te raken. Jozef zit daar in de put. Hij is daarin gegooid. Hij zit daar. Diep, een paar meter diep. En hij zit eigenlijk af te wachten van wat zal er gebeuren. En hij hoort zijn broers praten met elkaar. De ene roept van, joh, we moeten hem wel gewoon afmaken. Gelukkig zit Ruben er iedere keer tussen. Nee, dat gaan we niet doen. En dan komt er een karavaan voorbij en je hoort wat gestommel in de verte. En je zit er nog steeds. Boven hoor je broers lekker eten. Jij krijgt niks. En je zit daar in de put. En de eerste tegenslag is een feit. Want hoe kan je nou in de put belanden als je zo'n droom hebt gehad? Hoe kan Jozef nou, uitgerekend Jozef van die 12, hoe kan hij nou in de put zitten? Terwijl hij zo'n mooie droom heeft gehad. En heel vaak, als er een tegenslag komt in ons leven, nadat we een droom hebben gehad, heel vaak denken we dan, oh, dan zal het wel niet van God zijn geweest. Oh, dan is het wel niet voor mij. En heel vaak komen dan gelijk die stemmetjes van, oké, ik had niet zo groot moeten dromen. Ik had niet. Dit is niet voor mij. En je wordt ontmoedigd ook door je situaties en je tegenslagen. En wij denken op het moment dat we in de put zitten ook vaak dat de droom niet goed was. Maar weet je dat de vervulling van de droom van Jozef begon in de put? De vervulling van zijn droom begon daar beneden, in de put. Want toen hij daar zat, begon de karaktervorming. Toen hij daar zat, werden de plannen gesmeed om hem naar Egypte te verkopen. Toen hij daar zat, werd hij vooruitgestuurd door God naar Egypte. De vervulling van zijn droom begon in de put. En soms is er een put in jouw leven waar de vervulling van jouw droom ook begint. Soms is er een put waarvan je denkt van, dit is een teken dat het niet goed is. Dit is een teken dat ik het niet moet doen. Dit is een teken, nee, dit is niet van God. Maar soms is een put een omstandigheid die God dan weer wil gebruiken om jou op je bestemming te brengen. En daar loopt Jozef. Hij is verkocht voor de prijs van een slaaf. En hij loopt gebonden. Hij loopt kilometers door het zand. Kilometers door het zand. Achter een kameel. Als die kameel moet poepen, moet hij uitwijken. Hij ruikt 24-7, ruikt die kameel. Ik heb wel eens een keertje kamelenmelk. Nou, ik heb niet eens gedronken, ik heb het alleen geroken. Nou, dat ruikt niet fris. Als je daar 24-7 achter loopt, dan word je behoorlijk onpasselijk van. Ik had aan die melk geroken, ik denk, nou, dat gaan we niet doen. Moet je nagaan hoe een echte kameel ruikt. Man, man, man. En hij loopt daar door de woestijn. Afgewezen. Verkocht als een slaaf. Ze zagen hem dus niet eens als broer, hè. Ze zagen hem als slaaf. Dat was die waard. Afgewezen. En hij moet bang zijn geweest. Bang zijn geweest voor wat er komen gaat. En zo wordt hij naar Egypte afgevoerd. Angst en afwijzing. Nog een dromendoder. Tegenslagen, ontmoediging, angst, afwijzing. Het begint tussen de droom en de vervulling. En dan gaat hij naar het huis van Potifar. Dan denk je, nou, oké,
We gaan nu de opwaartse lijn in. Want hij heeft daar jaren, heeft die Potifar gediend. En hij is trouw. En er is een dikke zegen over het huis van Potifar. Sinds Jozef daar is. En over alles waar hij over aangesteld wordt, is hij voorspoedig. Dus Potifar is helemaal blij met hem. Maar dan komt de vrouw van Potifar op het toneel. Want Jozef is een goed uitziende jongen. En Potifars vrouw was ook een van de mooiste vrouwen van Egypte. Was ontzettend een schone vrouw. En zij heeft het op Jozef voorzien. En waar Jozef, ik kan me goed indenken dat hij zijn droom nog steeds in zijn achterhoofd heeft. En dat hij denkt van nou, dit begint er toch wel aardig op te lijken. Ik ben inmiddels eerste onder de slaven. Ik heb promotie gemaakt. We gaan de goede kant op. En dan komt Jozef voor een keuze te staan. Want de vrouw van Potifar, die wil met hem naar bed. Die wil hem verleiden. En die komt bij hem. En dan heeft hij de keuze. Hij wist dat als hij met Potifars vrouw naar bed was geweest, dat zou niet uitkomen. Vaak denken we, ja, dat is makkelijk. Nee, maar dat zou niet uitkomen. Want die vrouw zou dat nooit vertellen. Want op het moment dat die vrouw dat vertelt, dan rolt haar hoofd eraf. In die tijd was dat heel erg duidelijk. Dus hij kon kiezen voor de veilige oplossing, de makkelijke oplossing voor hemzelf. En toch koos hij om te zeggen van nee. Want ik ben trouw aan Potifar en ik ben trouw aan mijn God. Ik ben trouw aan de God die mij een droom heeft gegeven. Ik ben trouw aan de God die continu met mij is. Ook in de put. En ook nu weer. En hij vlucht voor de vrouw van Potifar, maar zijn deken, zijn jas blijft als het ware bij Potifars vrouw hangen. En zij heeft chantagemiddel. Zij kan hem nu beschuldigen. En dat is ook wat ze doet, want ze voelt zich afgewezen door hem. En zij heeft zoiets van, ho 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 Jozef, zo makkelijk gaat het niet. Potifar gelooft natuurlijk zijn vrouw en gooit Jozef in de gevangenis. En ik kan me voorstellen dat dat het moment is, dat de droom dood is. Dat de droom dood is. Daar zit Jozef weer. Hij is uit de put geklommen. Hij heeft hard gewerkt. Hij heeft zich opgewerkt. En alles is voor niets geweest. En hij kan nog zelfs denken van, ja, toen ik in de put zat, oké, ik ben er nu wel achter. Het was niet handig om zo mijn dromen te vertellen. Ik was een beetje arrogant. Ik was een beetje een luipapa's kindje. Maar nu is het echt niet mijn eigen schuld. Nu heb ik goed gehandeld. God, waarom? Ik heb nu toch goed gedaan? Ik heb uw weg toch gekozen? Wat is dit dan? En ik kan me goed voorstellen dat zijn droom daar helemaal weg is. Dat zijn droom dood is. Bij Jozef zien we het goede voorbeeld. Hoe we omgaan met een dode droom. Want Jozef die blijft niet bij de pakken neerzitten. Maar die wordt al heel snel door de gunst van God aangesteld binnen de gevangenis. En is de eerste onder de gevangenen. En de bewakers hoeven helemaal niet meer om te kijken naar alles waar hij over waakt. Die bewakers die hebben echt de beste baan van de wereld. Die zitten lekker elke dag een kaartje te leggen. Lekker te chillen met elkaar. Jozef doet het wel. Top. Jozef was weer succesvol, zelfs in de gevangenis. En daarin zien we zijn houding. Hij bleef continu wandelen naar de droom, ook al leek de vervulling zo ver weg. In het Nieuwe Testament zien we ook een voorbeeld van 11 gasten. Hoe je ook kan omgaan met een dode droom. Want 12 discipelen hebben 3 jaar lang meegelopen, meegeleefd, meegewandeld, zijn uitgezonden door Jezus. Ze hebben de meest mooie dingen meegemaakt. Demonen die weg moesten, zieken die opstonden en weer konden lopen, die blind waren en weer genezen waren, doden die opstonden. Ze hebben van alles meegemaakt. En ze hadden die droom. Ze hadden die droom, want de Messias, die zou vrede komen brengen. Die zou zijn koninkrijk, zou die komen vestigen. Dat deed de Messias ook. Alleen heel anders als dat zij zelf hadden verwacht. Als dat zij het zich hadden voorgesteld. Want de Messias vestigt zijn koninkrijk
door te sterven aan het kruis. En Jezus is dood. En de droom is dood. En wat doen de discipelen op het moment dat Jezus dood is? Ze waren vissers voordat Jezus ze riep. En ze gaan weer terug naar het oude. Oké. Droom is dood. Laat ik maar gewoon teruggaan naar het oude. Laat ik maar gewoon weer mijn oude dingen oppakken. En ik geloof dat dit heel vaak is hoe wij omgaan met een dode droom. Maar Jezus kwam aan het water en hij riep ze nog een keer. Hij riep ze nog een keertje. Om die droom weer tot leven te wekken. En weet je wat ik zo mooi vind? Jezus, toen hij ze de eerste keer riep, aan het begin van zijn bediening, toen riep hij ze anders als na zijn dood. Toen zei hij, volg mij. En nu kwam hij bij ze. Hij zei, gooi er net even aan de andere kant. En hij zegt, hou je nog van me? Zegt hij tegen Petrus. En hij gaat 40 dagen over het koninkrijk, gaat hij spreken en hij zendt ze uit. En hij gaat naar de hemel. Hij roept ze anders, maar het is nog steeds dezelfde bestemming. Toen hij ze de eerste keer riep, was dezelfde bestemming als de tweede keer. Alleen de vorm was anders. En hoe vaak is het niet dat als onze droom dood is, dat we net als de discipelen weer gaan vissen. We hadden ooit die droom van een eigen bedrijf. En het begon goed en ik had het helemaal uitgedacht. Maar na 5 jaar kon ik het gewoon niet meer rondbrengen. En ik ben weer terug en ik ben gewoon weer bij mijn oude baas gaan solliciteren. Of mijn oude werk gaan oppakken. En mijn droom is dood. Ooit was ik zo verliefd. Of ooit waren wij zo verliefd. Maar die droom is dood. Het is er niet meer. Het leeft niet meer. Ooit was ik zo vol passie voor Jezus. En ik had zin om de straat op te gaan. Ik had zin om de kerk te helpen bouwen. En ik had overal stond ik klaar voor. Maar de kerk herkende mijn gaven niet. De kerk herkende mijn talenten niet. Herkende mijn passie niet. En als het ware is het langzaamaan gedoofd. En ik merk dat mijn droom nu dood is. Ik durf niet meer groot te dromen. En je gaat weer vissen. Terwijl ik geloof dat Jezus heel bewust gelijk weer wegtrekt bij het oude. Heel gelijk weer wegtrekt bij het vissen. En dat we bij Jozef zien dat we mogen blijven wandelen, ook al lijkt onze droom dood. Ook al lijkt onze bestemming niet meer te halen. Dat we mogen blijven wandelen naar onze bestemming. Want het is heel belangrijk. Soms krijg je nieuwe dromen. Maar het heeft altijd dezelfde bestemming. Soms krijg je nieuwe dromen na verloop van tijd. Maar het heeft altijd dezelfde bestemming. Wij denken vaak dat als we nieuwe dromen hebben. Dat dan, we hebben nu een tweede plan. We hebben wat gemist, maar nu mogen we hiervoor gaan. Nee. Die eerste droom. Oké, misschien heb je wat afslagen genomen die anders waren. Misschien zijn er dingen gebeurd waardoor je niet op je bestemming bent gekomen. Maar die tweede droom, die wijst altijd naar dezelfde bestemming. God werkt niet aan een plan B. God werkt alleen aan een plan A. Wat we zien bij Jozef, is dat hij in de gevangenis werkt. En op een gegeven moment komt er een bakker en een schenker. En ze hebben een droom gehad. En hij legt ze uit en dat betekent dat de bakker zal sterven en de schenker die zal terugkomen aan het hof van Farao. Dan vergeet hij Jozef. 2 jaar lang. Jozef zal ook hebben gedacht. Ik weet niet. Ik zei nog, denk aan me als je daar bent. 2 jaar later krijgt de Farao een droom. En die schenker denkt, oh ja, wacht. Niemand kan hem uitleggen, maar ik had een gast in de gevangenis toen. En hij gaat naar de Farao. En Jozef wordt bij de farao gebracht. En hij is de enige die het kan uitleggen. En de farao stelt hem aan als onderfarao. Dat is het moment dat Jozefs droom in vervulling gaat. Hij wordt aangesteld. Hij mag zorgen dat de 7 volle jaren, dat er genoeg gespaard wordt voor de 7 magere jaren. Zodat er geen hongersnood zal zijn, terwijl het land niks meer opbrengt. En dan zijn we die 7 volle jaren zijn we door.
En de magere jaren, en na verloop van tijd, ook in Israël, is er niet genoeg eten meer. En dan worden zijn broers gestuurd. Zijn broers worden gestuurd door zijn vader. En op een gegeven moment heeft hij alle broers, zijn een paar keer in en weer geweest. Op een gegeven moment heeft hij alle broers. En dan houdt hij het niet meer uit. En dan mag je naar Genesis 45 gaan. Vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand meer toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Dat is hard huilen, dan laat je echt gaan. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Verlamd van schrik. Ze konden niet meer praten. Ze denken, Jozef, dat kan toch niet? Onze broer, Jozef. En schrik, er zat ook angst in. Van ja, wij hebben 20 jaar geleden dit gedaan. Wat gaat hij nu met ons doen vanuit deze machtige positie die hij nu heeft? Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichterbij hem. Ik ben het, Jozef, zei hij. Jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. En daar voelen ze erbij al hangen, want hij is het niet vergeten. Die jullie verkocht hebben. Oh, maar wacht, hij gaat door. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten. Geen verwijten. Maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben. En dat ik hier ben terechtgekomen. En nou komt de sleutel. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Dat was de bestemming van Jozef. De droom was het kompas naar de bestemming. Zijn droom was een vooruitzicht voor de bestemming die hij had. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. En Jozef herkent hier de bestemming van zijn droom. Dat die droom niet alleen een droom op zich was. Een droom is niet een doel op zich. Maar een droom is de weg naar de bestemming. Is de weg naar de vervulling van de droom. En Jozef herkende het hier. Die droom was nooit gericht geweest op het moment dat zijn broers voor hem zouden knielen. Maar op de redding die hij kon brengen door de positie die hij op dat moment had. En wat jij ook hebt gemist in je leven. Misschien zeg je van ja, maar ik heb zoveel afslagen. Naar mijn droom heb ik gemist. Misschien zeg je, ik heb zoveel fouten gemaakt. Die droom die is gewoon helemaal dood bij mij. Of je zegt, ik ben zo lui geweest. Daar hebben we nog niet eens over gehad, maar vaak zijn we heel erg lui. We hebben een droom en we willen de vervulling. Maar we willen in de tussentijd er niet voor werken. En we blijven gewoon een beetje zitten van ja, ik heb een mooie droom van God gekregen. Ooit gaat die vast uitkomen. En misschien denk je daardoor, mijn droom is gewoon dood. Vandaag wil God tegen je zeggen, jouw droom blaas ik nieuw leven in. En als je helemaal bent afgedwaald, dan geef ik je een nieuwe droom. Zodat je nog op diezelfde bestemming komt. Want jouw bestemming is niet veranderd. Of je hier nou bent en je bent 16, of je hier nou bent en je bent 40, of je hier nou bent en je bent 60, dat maakt niet uit. Je bent niet te oud om opnieuw in je droom te gaan wandelen. Je bent niet te jong, je bent niet te oud om in je bestemming te komen. En ik heb die bestemming voor je klaargelegd en ik ben een God van mijn woord. Mijn plan verandert niet. Ik doe niet aan een B-plan, een C-plan, een D-plan. Je plan is niet gedowngrade omdat je niet goed hebt geluisterd. Noem maar op. Nee, jouw bestemming staat vast. Jouw bestemming staat vast. Waar je nu ook zit, op welk punt je nu ook zit. En je droom is als een kompas. Op het moment dat mijn droom vanaf hier daarheen wijst, dan is die droom als een kompas. En dan kan ik aan de hand van mijn droom, weet ik hoe ik moet gaan wandelen, hoe ik naar mijn bestemming moet. Wat ik daarvoor kan doen. Het wijst naar je bestemming toe. Maar op het moment, en daarom hebben we het ook over nieuwe dromen. Soms, kijk, als je gewoon helemaal blijft zitten, dan blaast God je droom nieuw leven in. Maar soms heb je wat afslagen gemist. En ben je
of door eigen toedoen, of door tegenslagen, of door ontmoediging, al die dromendoders die er zijn, ben je afgedwaald en sta je nu heel ergens anders. Dan, als je hetzelfde richting op blijft gaan als dat je eerst stond, dan eindig je daar, dan eindig je niet bij je bestemming. Daarom geeft God nieuwe dromen. Met een andere richting, maar dezelfde bestemming. En wij denken vaak op het moment dat we een andere richting droom krijgen van, oh, onze eerste droom is dood. Nee, onze eerste droom is niet dood, maar die wordt vernieuwd omdat we dat nodig hebben, omdat we een andere richting nodig hebben om nog steeds op diezelfde bestemming te komen. Want zijn plan met jouw leven staat vast. Hij verandert niet. God is niet in paniek nadat een droom nog geen doorgang heeft gekregen. Hij is niet in paniek en denkt, oh, nu moeten we wat anders verzinnen, jongens. Kom even bij elkaar. Ja, Matthias, die heeft die keuze gemaakt. Dus wat zullen we nu doen? We moeten met wat anders komen. Want hij moet nog daar... Nee, hij heeft het al klaar liggen. Hij is niet in paniek. En hij heeft die bestemming heeft hij nog steeds vast liggen. Wat je ook hebt gedaan de afgelopen jaren. Wat je ook hebt gedaan de afgelopen weken. Wat je ook hebt gedaan. Jouw bestemming ligt vast. En wij moeten in actie komen. Want weet je, jouw droom is zonder vervulling niks waard. Je moet niet blijven hangen bij het dromen. Je wil niet straks op je grafsteen hebben staan, hij droomde groot. Amen. Hij had grootse plannen. Wat kon hij mooie dingen bedenken. We lachen er een beetje om, van ja, natuurlijk willen we dat niet. Maar daarom moeten we in actie komen. En dat zien we bij Jozef. Hij liet zijn karakter vormen. Hij was van een papperskindje dat thuis bleef als de mannen naar het veld gingen. Was hij een harde werker aan Potifars hof. Werd hij een harde werker in de gevangenis. En als onderfaro zette hij de hele structuur van heel het land Egypte zette die uit. Hij wist wat hard werk was. Hij was van een arrogant mannetje naar iemand die helemaal vergevingsgezind was geweest. Die zei, jongens, kom nou dichterbij. Hey, ik neem het jullie niet kwalijk wat jullie me hebben aangedaan. Al die tegenslagen zijn me alleen maar gebracht waarnaar ik nu ben. En dat was Gods doel. Hij heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie leven te redden. Hij liet zijn karakter vormen. Hij kwam in actie. Ga niet vissen, zoals de discipelen. Ga niet terug naar het oude. Als je droom een optater heeft gekregen. Ga niet terug. Denk niet van, ja, maar ik heb al zoveel jaar. Oké, dan is dit het moment om in te tappen opnieuw in je droom. En misschien krijg je een nieuwe droom. Dat is niet omdat het een plan B is. Maar omdat je vanuit een andere positie naar dezelfde bestemming gaat. Zijn bestemming met jouw leven staat vast. Want hij is een trouwe God. Hij is een trouwe vader. Zijn woord houdt stand. Jozef werd verraden door zijn broers in de put. Hij werd vals beschuldigd door de vrouw van Potifar en in de gevangenis gegooid. En hij werd vergeten. Hij werd verraden, vals beschuldigd en hij werd vergeten door de schenker. Dat doet wat met je. Maar Jozef bleef volhouden, volharden. Hij bleef ervoor gaan. En weet je wat het mooie is? Hij bleef vasthouden aan de droom. Hij bleef volharden in het doen. En hij bleef volhouden in de moeilijke situaties. En daardoor kwam de vervulling. Daardoor kwam de vervulling. Ondanks dat hij was verraden, vals beschuldigd en vergeten. Omdat hij bleef vasthouden, volhouden, volharden, kwam de vervulling. De droom is Gods zaak. Dat hij je vandaag een nieuwe droom wil geven, dat is zijn zaak. Daar hebben wij geen invloed op. De vervulling en de bestemming is Gods zaak. Maar daartussen, dat is onze zaak. Gaan we wandelen met de droom die we hebben gekregen? Gaan we investeren in de bestemming die op ons leven ligt? Aan het begin van dit nieuwe jaar, geloof ik dat God je die vraag wil stellen vandaag. Ga jij wandelen in de droom die ik je heb gegeven? Ga jij wandelen naar de bestemming die ik op jou heb gelegd? Ben je klaar voor een nieuwe droom?